We zijn hier op het melkveebedrijf van de familie Van den Berg in Bleskensgraaf. Hier hebben wij als Lely ons Lely Sphere systeem geïnstalleerd. Lely Sphere is een systeem waarbij wij mineralenstromen scheiden. En de ammoniakemissie, waar het in het nieuws de laatste tijd over gaat, stikstofemissies, met meer dan 70% beperken. De ammoniakemissie ontstaat als poep en urine langer dan 2 uur bij elkaar zijn. Na 2 uur ontstaat er een piek aan ammoniakproductie. Doordat wij direct scheiden, ontstaat die piek niet en komt die ook ammoniakproductie niet. Die koeien zijn dag gewend, want elke dag dezelfde tijd doet hij dezelfde route. En omdat hij de mest opzuigt, maakt hij ook het geluid, dus de koeien horen hem aankomen. Dus ze zijn niet bang van de collector. Het hoort gewoon bij hier in de stal. Is het voor veel boeren handig om dit te gaan installeren? Nou, het is wel. Ik denk dat het heel veel toe kan zetten. Omdat we zeg maar, het stikstofprobleem kunnen tackelen met dit systeem. Want we reduceren van 70% tot 80%. Dus ik denk dat het heel veel toe kan zetten. En ook de bijkomende voordelen: dat we verschillende meststromen hebben, specifieker kunnen bemesten. Dus het heeft heel veel voordelen. Vereisten het grote aanpassingen in het bedrijf? Nou, het voordeel van dit systeem is: het kan in een bestaande stal. Kan het aangelegd worden. Dus je hoeft de staal voor de rest niet geen grote investering te doen om de staal aan te passen. Het kan gewoon in de bestaande situatie. Als je ongeveer kijkt, komt ongeveer 40% tot 45% van alle ammoniakemissies vanuit de melkveehouderij in Nederland. Als wij met dit systeem 70% van deze emissies vanuit de stal in ieder geval al kunnen reduceren, ja, dan kun je je voorstellen dat we een enorm groot effect op de landelijke stikstofemissies hebben. We zitten nog in de test- en ontwikkelfase. We hebben nu enkele tientallen systemen geïnstalleerd. En we hopen deze zomer onze goedkeuring van de overheid te krijgen dat het een goedgekeurd systeem is. Zodat we richting volgend jaar grootschalig uit kunnen gaan rollen in Nederland. Ik geloof in innovatie. Nederland loopt voorop in de wereld qua duurzaamheid en qua diervriendelijkheid. En dat moeten we zo houden. We moeten voorop blijven lopen. En door dit systeem maken we weer een hele slag de goede kant op.